Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben vandaag vroeg opgestaan omdat ik de kat van Smee moest voeren. Dus vandaag in Antwerpen ben ik even naar Kenji toe gegaan. Ik heb hem even vlees gegeven. Ik heb eventjes met hem gespeeld en daarna ben ik weer naar huis gegaan. Ik ben me nou even aan het klaarmaken. Ik ben al begonnen met make-up. Ik moet mijn haar doen zoals jullie zien. En ik ga me even omkleden. Ik ga vandaag ook even een korte shoplog voor jullie opnemen in deze vlog. Oké, ik ben me aan het klaarmaken. Ik moet mijn haar nog peunen. En de helft van mijn haar heb ik opgestoken. In ieder geval, wat ik nog even wou zeggen is... gisteren heb ik een marathon gekeken van... 90 Days to Wedding heet dat. Ik ben normaal gesproken best wel een fan van Paola. Met deze marathon heb ik echt gewoon een hekel aan haar gekregen. En aan Lauren. Paola en Lauren waren echt helemaal tekeer aan het gaan tegen Anvisa. En ik weet ook wel waarom. Anvisa is best wel een gold digger. En we weten allemaal wel dat ze niet met de juiste intenties naar Amerika is gegaan. Dat is gewoon te zien. Maar ze is er wel altijd eerlijk over geweest. En ik vind dat Paola en Lauren zeg maar... geen recht hebben om zo tekeer te gaan tegen een andere vrouw in de show. Ik vind het echt, echt goed van Anvisa dat ze zich gewoon heeft ingehouden. En eigenlijk is er bijna helemaal niet op ingegaan. Terwijl zij helemaal tekeer gingen op haar. En haar zelfs hebben uitgescholden. Ze hebben haar zelfs belachelijk gemaakt. Het ergste van allemaal vond ik nog dat Paola en Lauren samen op een gegeven moment Anvisa gingen belachelijk maken. Om haar uiterlijk. Ik vind het echt heel erg laag. Lauren en Paola zijn allemaal... allebei volgens mij vrouwen van boven de 30. Ik vind dat echt het laagste wat een vrouw kan doen. En laat ook een beetje zien dat je... ja, toch wel een beetje jaloers bent. Je voelt je toch wel een beetje bedreigd door haar. Ja, ik vind het gewoon het laagste wat er is. Als een vrouw over het uiterlijk van een andere vrouw begint. Dat vind ik echt oprecht. En ik vind ook dat het laat zien dat je jaloers bent. En heel veel vrouwen zeggen dan van... ja, ik ben echt niet jaloers op haar. Waarop moet ik jaloers zijn? En het kan ook echt zijn dat je oprecht niet jaloers bent. Maar door je gedrag... kom je heel erg jaloers over. Het is gewoon... ja, het is gewoon lelijk gedrag voor een vrouw. Gedraag je gewoon classy. Bemoei je niet met andermans zaken. Met andermans huwelijken. Met andermans relaties. En sowieso niet hoe iemand anders leeft. Kijk, ik keur het ook niet goed wat Anvisa doet. Natuurlijk keur ik het niet goed. Het is wel goed tv. Daar niet van. Maar ja, Paola's relatie is natuurlijk ook niet perfect. En die van Lauren al helemaal niet. Maar je ziet Anvisa daar helemaal niks over zeggen. Echt gisteren naar die marathon te kijken. En ik irriteerde me echt zo erg. En Paola en Lauren. Want ik dit echt even kwijt moest. Jongens, als vrouw zijnde moet je niet zo op tv over andere vrouwen praten. Vooral niet over het uiterlijk van een andere vrouw. Ik vind dat Anvisa er best wel goed uitziet. Ik vind Paola ook een mooie vrouw. Lauren ook. Maar... ik weet niet. Ik ga me klaarmaken, jongens. En dan ga ik een shoplog voor jullie opnemen van Come Get Fashion. Want ik heb laatst een pakketje van hun gekregen. Ja, die wil ik graag. Die wil ik graag aan jullie laten zien. Dus ik ga hem even klaarmaken en dan ga ik het opnemen. Ik wil eigenlijk al heel lang een jas aandoen die ik heb gekregen van hun. Maar ja, ik ging het elke keer uitstellen. Want ik wou toch graag. Ik wil toch graag eerst een shoplog voor jullie maken. Dat jullie alles zien. En dat ik dan pas alles aan ga doen. Dus ik ga snel aan de slag. Oké, guys. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb even alle lichten klaargezet en zo. En ik ga nu gewoon een mini shoplog opnemen. In mijn vlog. En ik ga het gewoon ertussen plakken. Ik denk dat jullie mijn haarkleur echt nu zo heel goed zien. Ik ben er echt heel blij mee. Alleen één muntpunt. Één extensions heeft niet goed meegekleurd. En dan zie je hier op het einde dat het nog een beetje blond is. Maar dat maakt niet uit. Die ga ik dan later bijkleuren. Maar ik ben echt... heel erg happy ermee. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. Ik heb dus laatst een pakketje gekregen van Come Get Fashion. En ik heb al vaker met hun samengewerkt. En ik vind hun kleding en sieraden echt tof. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik van hun heb gekregen. Ik heb de artikelen trouwens zelf uitgekozen. Ik begin met de sieraden. Ik heb als eerst... oh, is het een beetje vast aan elkaar. Deze ketting uitgekozen. Deze ketting heet op de website Little Gold Choker Necklace. Harnesje, je mag gewoon stil hoor, het is gewoon een vlog. Ik was even snel aan het wachten tot je stil was, dan wil ik langs gaan. Nee joh. Ik heb de gouden ketting gekozen, je hebt hem ook in het zilver. Deze is €19,99. Deze ketting is trouwens gold plated. Dus roestvrij. Hij verkleurt dus echt niet snel. Ah, hij ziet er echt cute uit. Ik ga hem ook gelijk omdoen voor jullie. Ik heb hem eindelijk om. Ik moet je eerlijk zeggen. Het was echt moeilijk om te doen als je net nagels hebt. Ik zat echt te struggelen gewoon. Maar dit is hem dus. Ik vind
vind de ketting echt super cute. Oké, nu ga ik jullie mijn favoriete artikel laten zien. En dat is een jas wat ik eigenlijk best wel lang wou. Het is eigenlijk een jas die nu best wel populair is en bijna iedereen heeft. Maar ik wou hem hebben, maar net iets anders. Ik kwam eigenlijk bij de Zara halen. En toen zag ik hem bij Come Get Fashion. Ik vond de details hier veel mooier. Zoals jullie weten draag ik eigenlijk nooit zilver. Zara heeft precies dezelfde jas, maar dan met zilveren details. En Come Get Fashion had hem als enige met gouden details. Dus ik ben hier echt blij mee. Ik ga jullie even laten zien. Ik heb het over deze jas. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op beeld. Maar deze jas heeft dus gouden details. Ik ben dus echt blij met deze jas. Ik ga hem even meteen voor jullie aandoen. Zo ziet de jas er dus uit als ik hem aan heb. Oké, ik vind deze jas echt super mooi. En hij zit ook echt gewoon perfect bij mij. Het was een maatje S. Toen ik hem net wil bestellen bij Come Get Fashion was hij uitverkocht. En hij is nu weer op voorraad. Dus ik heb hem weer meteen besteld. Love it. En dan deze ketting erbij. Ik vind het echt mooi. Verder heb ik ook deze ketting uitgekozen. Is hem zo niet goed. Deze ketting heet op de website Sweet Gold Necklace. En deze kost €14,99. Ik heb hem gekozen in de kleur goud, maar ik heb hem ook in zilver. En deze is ook gold-plated en roestvrij. Ik heb hem uitgepakt en dan ziet hij er zo uit. Ik heb natuurlijk al een ketting om, maar ik doe deze gewoon erbij. Kijk, ik heb ze nu allebei om. Laatst heb ik gekozen een basic sweater, gewoon een zwarte. En die zit echt zo fijn dat ik hem echt al gewoon 5 à 10 keer heb gedragen sinds ik hem heb gekregen. En dat is deze sweater. Deze is gewoon basic, maar hij is echt fijn, guys. Maar deze sweater is €29,99. Heeft een V-halsje. En je hebt hem ook in de kleuren grijs, roze en wit. Guys, deze sweater is echt zo fijn, hè. Ik wil hier echt gewoon een stuk of 10 van. Het zijn echt heel fijne sweaters. En ze zit ook mooi. Je hebt een mooie V-halsje. En dan kan je een leuke kettingje omdoen. En dan ben je gewoon eigenlijk ready. Ik denk ik wel echt mijn favoriete truitjes. Gewoon zo lekker comfy. Het is dan toch wel mooi zitten. Ze je niet echt heel dik maken of zo. Dit was alweer mijn shoplog, jongens. Mocht je iets leuks hebben gezien, dan heb ik nog een kortingscode voor jou. Je kunt namelijk de kortingscode Miriam gebruiken. En dan krijg je 10% korting op alle artikelen. Verder komen alle links van de artikelen die ik net heb laten zien allemaal in de beschrijving. Dus daar kun je allemaal op klikken. Kijk, guys, ik heb nu letterlijk bijna alles aan van Come Get Fashion. Ik heb het kettingje om, jas van Come Get Fashion en een truitje. En ik ga nu even naar de Mediamarkt. Ik moet daar een oplader halen. Oh, mijn arm. Ik moet daar een oplader halen en een batterij voor mijn vlogcamera. Zodat ik gewoon echt onbeperkt kan vloggen. Want elke keer als deze uitvalt heb ik dus geen batterij meer. En we hebben maar 1 oplader thuis, dus dat moet ik even gaan kopen. Oké, guys, ik ben net aangekomen bij de Mediamarkt. Ik ga hier even een oplader halen van... Ik ga hier even een oplader en een batterij halen van mijn camera. Want wij, ik en Nessie, hebben allebei 1 oplader waar we samen mee doen. En toen laatst was hij in het buitenland en toen viel mijn batterij uit en kon ik het niet opladen. Dus dat is super onhandig voor ons. En daarbij ga ik ook nog een batterij kopen, zodat ik altijd een reserve heb in mijn tas. Want soms viel mijn camera uit en kon ik gewoon niet meer verder vloggen. Zoals laatst op het event van Image Skincare had ik ook al geen batterij en heb ik daar niks gevlogd voor jullie. Dat vind ik gewoon super jammer. Dus dat ga ik nu halen bij de Mediamarkt. Kijk, ik heb nu een lekker pastetje gehad met kip. En ik heb ook nog een accu gehaald voor mijn camera. Maar ik kon geen oplader vinden. Tenminste, geen originele van Canon. Het pastetje was echt lekker. Ik heb het al gehaald bij de ingang van Alexandria. Aan de kant van de Mediamarkt, zeg maar. Echt lekker. Bij Burger King. Laten we maar weer starten, jongens. Kijk, ik ben net thuis. Het is inmiddels echt donker. Volgens mij is het nog maar 6 uur of zo. Maar ik heb even contact gehad met Honey en ik ga daar even eten. Ik ga even lekker chillen en dan komt Nessie en dan gaan we in de avond hier lekker zitten samen. Zo, ik denk dat jullie me echt super irritant vinden, maar ik kan er niet bij gewoon hoe mooi bruin mij eigenlijk staat. Of hoe veel beter bruin mij eigenlijk staat in vergelijking met blond. Ook mijn huidskleur, dus het staat echt zo goed erbij met mijn wenkbrauwen. Ik snap echt niet dat ik altijd blond was, maar goed. Ik denk dat na een tijdje ook wel weer veel dat ik dan weer blond ben in de zomer of zo. Mensen die ooit blond zijn geweest kennen dit denk ik wel. Rotterdam West aan Matsko. Ik ben aangekomen bij Honey. Ik ben geparkeerd. Ik loop even naar haar toe.
volgens mij zeker. Honey! Oh, we hadden geen zin om te koken, dus we gaan even snel een kleine hapje halen. Ja, bij de Turk. Ja, ik heb zin in Turks. Gaan we even halen en dan gaan we weer snel naar huis. Het is echt super koud. Woe! Ga je foto maken? We gaan hier eten, jongens. We hadden toch zin in een hutspot. En we gaan eten bij het eethuisje van Delfshaven. Volgens Honey is deze goed, dus... Eethuisje. Kom on. Ah, deze hond is zo lief. Hi! We hebben lekker stampot gehaald met een gehaktbal. Yummy. Goedemorgen, guys. Ik heb vergeten de vorige vlog af te sluiten. Dus ik zet het hierbij af en toe nog.